Hoi allemaal en welkom bij deze spooky Creative Collects video voor Halloween. Nou is het zo dat Halloween wordt in Nederland niet echt gevierd. Nee, niet echt, nee. Maar in Amerika wel. Zeker. En als Pokémon het viert. Dan vieren wij het ook. Dan vieren wij het ook met deze Trick or Trade Booster Packs. Booster Packs. Mijn naam is Max. Ik ben Alice. En welkom bij Creative Collects. Ja, zoals gezegd, vandaag gaan we deze speciale Trick and Trade boosters openen. Ja. Er zitten er 40 in een zak. Er zijn 30 verschillende kaarten die we moeten verzamelen. 3 kaarten in een pakje. We gaan kijken hoe ver we komen. Ja, ben benieuwd. Eigenlijk is dat. Ik ben blij dat ik Alice over heb kunnen halen om met me mee te doen met deze video. Ik weet nog niet. Ik had weinig keus. Nee, grapje. Ik weet nog niet wat ik daarvoor straks terug moet doen. Dat weet ik zelf ook nog niet. Hier is de Fat Stack aan Trick and Trade Booster Packs. Eigenlijk dus bedoeld om op je, ja, in je mandje met snoepgoed te zetten. Trick or Treat. We hebben hier Sharky's Pin met de Trick or Trade Boosters. We gaan denk ik om de beurt hier steeds eentje uitpakken. En voor de record, dit zijn chocoladepillen. Ja, dit zijn geen. Mochten jullie denken, wie hebben jullie ogen hiervoor? Dit zijn geen echte ogen. Nee. Deze kan je opeten. Dat is op zich wel grappig, deze. Dat is met knetterchocola trouwens, voor de interesseren. Ik zie er vast heel intelligent uit. Ja, echt ontzettend. Ja, ik ben benieuwd. Ik ook. Waarschijnlijk hebben we niet de hele zak nodig om tot de complete set te komen, is me verteld. Oké. Darkrai is de meest zeldzame uit deze set. Er zit ook een Pikachu in en de kaarten zijn bijzonder omdat ze een speciale Pumpkin Pikachu stamp hebben. Ja, die stickers heb je nu ook in Pokémon Go. Ja, super cool. Ja. En dit is gewoon een leuk plaatje. Gengar, echt de mascotte voor Halloween natuurlijk van Pokémon. Dus nou, laten we er snel aan beginnen. Hier zit geen codekaart of Casty Energy bij. Is het net een beetje als je Pokémon die je bij de McDonald's koopt? Een beetje wel, ja. De voorste is ook de holo, als het de holo is. Er zitten er dus 3 in en geen codekaart op. Oké. De kaarten zelf zijn reprints. Er zit ook geen energy in trouwens voor de Gusty Energy spelling. Yeah. Je ziet hier, dit is bijvoorbeeld een Zubat uit Battlestars. Ja. Yeah. Maar dan dus met het speciale Pompoen Pikachu logo. Oké. Een Murkrow. En een holo is een holo Mewtwo. Super vet. Is toch wel een van de betere, meer spooky Pokémon. Dat hebben al deze Pokémon met elkaar gemeen. Het zijn dus een beetje Halloween thema Pokémon. Behalve dan Pikachu. Want ja, dat is niet echt een Halloween Pokémon. Nee, nee. Litwick. Nickit. En Mimikyu. Oh, dat heb je net. Ik wilde net zeggen, Mimikyu is natuurlijk een beetje een Pikachu-achtige, maar dan wel spooky. En dan heb ik nu hier een Cubone, dat is op zich wel cool. Dat vind ik ook niet echt een Halloween-Pokémon. Ja, wel een schedel op zijn hoofd natuurlijk, ja, van zijn moeder, dus dat is echt super hardcore. Oké. Kaboom. Door onze sfeerbelichting kan je misschien niet alles even goed zien, maar dat is een. Oh, een Gengar. Hey, Gengar. The man himself, dat is wel super tof. Gengar. Dan hebben we die al meteen. Ik denk, misschien kunnen we ze gewoon zo neerleggen en als we ze dubbel hebben, dan leggen we ze apart. Ja, dan weten we wanneer we er zijn. Het Ream. Gastly. En een holo, als we dit kunnen zien. Trevenant. De enge boom Pokémon. Dan heb ik hier een Ariados. Tot nu toe nog geen enkele dubbele volgens mij. Dat is ook wel bijzonder. Ja. Een Duskull. Ook nog niet dubbele. En een Chandelure. Chandelure. Holographic. Niet verkeerd. Deze een klein beetje ruimte maken. Kijk, zoals gezegd, ook lieve Pokémon's bestaan in het Pikachu. De Ghost Pokémon zijn niet per se. En een Mischievous. Boos of slecht natuurlijk. Nee.
En een Miss Magus. Heel cool. De meeste Ghost type Pokémon die halen heel veel kattenkwaad uit. Maar zijn niet per se evil of zo. Ik heb hier een Lampent. Een Sinistry. En een Dusk Noir holographic. Er is nog geen enkele dubbele tot nu toe. Nee. Dat is wel bijzonder. Want hoeveel hebben we er al? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dus nog 10. En dan hebben we de set. Ik zie al de eerste dubbel. Ah. Maar dat geeft niet. Dat kan gebeuren. Even kijken. Een Hatena. Mistreeves, dus dat is de dubbele. En een Trevenant. Dus... Als ik nou pakjes overhoud, dan geef ik die denk ik de weg aan mensen die, dat mij, die ze willen, of... ja, mij volgen en zeggen dat ze er ook wel eentje willen. Mm-hmm. Dus mochten we de set compleet hebben voordat de zak leeg is en ik hou er over, laat een comment achter. Zeker. En dan neem ik contact met je op en dan, dan stuur ik ze jouw kant op. Pikachu. Nou, dat is op zich wel een goeie om dubbel te hebben. Ja. Nickit, die hadden we ook al gezien. Ja, Nickit ook. En dan een Darkrai. Hey, daar is die. Dat is vet, want dat is de meest zeldzame, heb ik me laten vertellen. Dus die hebben we alvast in de pocket. Nice, nice. Heel cool, met de Vortex of Darkness aanval. Een Spinarak, hadden we die al? Volgens mij niet. Duskull. Die wel. En Gengar. Gengars zijn altijd goed, eigenlijk. Ja. Ah, dat is cool. We gaan gewoon door met de booster packs. Let's continue. Het tram, die zie ik wel liggen. Ja. Dus die hebben we al. Het is net een soort van bingo dit. Hé, hey, Poltergeist, die hadden we nog niet. Nee, Poltergeist nog niet, nee. Dus die mag hier bij Sinistry. En dan Miss Magius is wel een dubbele holo. Ja. Dit zijn de dubbele? Ja. Oké, cool. 22, 24 hebben nog we. Nog 6. Kijken. Zubat. Zubat. Oh. Die hadden we. Dat ging er. En een Sinistry. Die hadden we ook al. En een Dusk Noir. Die hadden we ook. Maar dit zijn stuk voor stuk wel coole Pokémon. Zeker. Dus die gaan op de dubbele stapel. Ik heb hier nog een Cubone. Die hadden we gezien. Rebel komt ook even inspecteren. Huh? Gastly, die hadden we ook. En de Mimikyu holo. Hadden we ook, ja. Yes. Het wordt nu natuurlijk, hè, als je ze al bijna allemaal hebt, wordt het lastig, hè? Ja, klopt. Nou goed. Litwick. Dusclops. Ja, die hadden we ook. Dusclops, hadden we die al? Nog niet volgens mij. En Hatterene. En Hatterene. Die hadden we ook nog niet. Dus. Dat was een goeie. Het begint al aardig warm te worden in mijn Pikachu pak. Ik wou net zeggen, hoe warm heb jij het? Ik zie al een Phantom. Die moesten we nog. Ja. Een Pumpkaboo, die hadden we al. Zeker. En nog een Darkrai holo. Hé, we hebben een dubbel. Very nice. Een Ariados. Een Murkrow. Die heb ik nog niet gezien volgens mij. En een Korgeist. Die hadden we ook nog niet. Misschien hebben we ze nu allemaal. Even kijken hoor. Dan moeten we er misschien nog twee. Lastig is, deze zijn niet genummerd als een speciale set. Want het zijn dus herdrukken van eerdere sets. Pikachu. That's cool. En Chandelure, die zijn dubbel. Ja, volgens mij. Ik vind het zo fijn om Pokémon pakjes te openen, dat gevoel. Ja. Zo van trick or treat. Echt. Ik vind het wel jammer dat we het niet echt in Nederland vieren, maar ergens vind ik het ook niet heel erg. Ik ben echt zo'n iemand die overal van schrikt. Echt een beetje zo'n angsthaasje ben. Ja. Ja, een beetje wel, ja. En dan staan ze allemaal voor je deur s'nachts. Spinarak, Poltergeist en Miss Magus. Nou, die hadden we ook al dubbel.
En ik ga gewoon door totdat Max zegt stop. Volgens mij moeten we nog een hunter, die heb ik nog niet gezien. Het tennen, Dusclops en Hatterene. Mm. Hunter heb ik inderdaad ook nog niet gezien. Dus dat zou best goed kunnen dat we die dan nog moeten. In dit tussentijd ga ik gewoon verder. Een Pikachu, Hunter en een Coregeist. Dus Hunter is nieuw, die leg ik even hier. Ik denk dat we er dan zijn. Echt. Jij zou even tellen, ik ga gewoon nog steeds door. Litwick, Sinistea 30, ja. En Mewtwo. Dat was de stop de tijd. Flinke stapel. Maar het is ons gelukt. Je hebt dus lang niet de hele zak nodig. Nee. Om de set te verzamelen. Dus ja, super cool. Het is fijn om ook eens een keer een hele set compleet te kunnen maken. Ja. Zonder de honderden euro's en urenlang duizenden pakjes open te moeten maken. Ja. Gewoon bam, de hele set compleet. Klopt. Hartstikke cool. Dit is wel grappig. Kijk, sorry, ik heb er toch gewoon stiekem nog eentje open gemaakt. Maar een Phantom en een Trevenant in één pakje. Dat is wel chill, want dan heb je de lijn van de evolutie. En die was Gastly. Oké. Okay. Nou, we hebben er dus ook een aantal dubbel. Dus die zal ik dan beide pakjes doen. Gewoon random. Zodat jij sneller jouw verzameling compleet kan maken. Ja, dat lijkt me wel inderdaad het handigst. Ja. En ja. Dan was dat het eigenlijk alweer voor de video van vandaag. Het ging iets sneller dan gedacht. Maar ik vind het niet erg. We hebben er nog best wel wat over. Ja, best dus, wel Dus ja, like, subscribe, doe al de dingen, comment. En dan kies ik mensen uit die ik een paar pakjes opstuur. Zeker. En bovenal geniet van jullie Halloween. Dat is, eigenlijk is Halloween deze dinsdag volgens mij. Maandag. Maandag, dan is het de 31ste. Ja. Maar de meeste mensen of de meeste Halloween dingen zullen dus in het weekend zijn. Ja. Dus laat ook weten, gaan jullie nog naar een Halloween feestje? Of doen jullie zelf wat griezeligs? Of kijken jullie een hele slechte horrorfilm? Of houden jullie er helemaal niet van? Dat kan natuurlijk ook. Wij zijn benieuwd. Tot de volgende keer. Pikachu en Maleficent out. Bye bye.